hier bij de Vrieste ziekenhuis hier aangekomen. En ga ik richting de ingang voor mij laten in te schrijven. Mijn schatje is er ook bij voor mij wat te ondersteunen. Want het gaat nog altijd niet goed bij mij. Het is nog altijd heel slecht. Ja, en stel dat ik kijk wouwval, dan ben ik er bij om het op te vangen. Ja, dat klopt. En dus ik ga nu voor richting de MMR-scan. Dus ja, zeg maar iedereen nu maar toi toi toi, veel succes. Dat heb ik nodig. Ik wil terug gezond worden en snel terug kunnen gaan werken bij deze. Dan weten jullie dat. Allee, ik zie jullie zelfs allemaal, want we zijn stukjes ervan bij de inkom aan het komen. En hier zijn de ambulance, de mug en de ambulance. Zo, ik zit hier nu in de laatste kamer voor de MMR-scan. Ze biedt onder een grote tunnel in. Ik moet mijn mondmasker aandoen. Hier zit nergens geen ijzer in. Nee, nee, want dat mag niet. Dus ik heb al mijn ijzerwerk moeten uitdoen. Dus mijn sleutels en al die steken gewoon in mijn schoenen. Deze ga ik al even onder de bank steken. Voilà, bij deze. En dan gaat het zweet maar beginnen. Zal ik oordopjes aan doen? Ik weet niet. Ik kan er wel heel goed tegen lawaai. Dus. Ik heb angst. Ik heb heel veel angst. Ik weet nog altijd niet juist wat ik heb. En ik wil het echt te weten komen. Echt heel snel. Bij deze. Zo, we zijn nu terug buiten bij het ziekenhuis. Amai man, wat voor lawaai was het daar van de MR-scan? Dat kan ik niet op vertellen. Maar ik heb wel mooi de zee gezien. De zee? Ja, ik kreeg ook zo een klepje op mijn ogen met zo'n spiegelje en Otta spiegel tegen de muur. Waar ze ja, van allerlei zeeën aan het projecteren waar je rustig van kon worden. Maar, jammer genoeg ben ik een paar keren echt letterlijk en figuurlijk weggevallen. En dan heeft de dokter ook gezien. En daar ben ik wel blij om. Als ze dat nu eindelijk hebben gezien, nu kunnen ze daarop verder gaan. Ik hoop dat ze iets snel vinden. Want zo wil ik niet blijven leven, man, met pijn. Niemand niet. Dat wens ik niemand niet toe. Ja, hoe is het nu met die pijn nu? Nu door die lawaai. Door het lawaai. Ik heb, ja, er was heel veel lawaai, maar daar had ik minder last van. Omwille van, als ik echt in een lichthouding lig, dan heb ik er wel echt heel veel last van. Van mijn druk. Ja. Dus. Ja, we zitten hier nog altijd in het Vrieste ziekenhuis. Ik ben de hele tijd in de wacht aan mijn mama aan het sturen, omdat ik me echt aan het opgeten was van de stress voor jou. Amai. Wat mama allemaal te vertellen. Ik vroeg aan haar bijvoorbeeld, ja? Zou ik mijn mondmasker veel uit? Dat is ook gezien, dus dat is niet erg. Van hoe lang kan een MR-scan duren? Minstens een half uur en soms ook iets langer. Ja, dus iets langer, dus, dat betekent dat als je hebt bewogen, dat je dan helemaal opnieuw moest beginnen. Ja. Ik heb het ook gevraagd, stel dat ik moest hoesten of zo. Dan moeten ze helemaal opnieuw beginnen, maar dan beweeg je. Dan beweeg je en dan moeten ze helemaal opnieuw beginnen. Maar je krijgt ook wel een koptelefoon op. En daar werd dan ook wel eens gezegd van, deze scan duurt nu 2 minuten. De volgende scan duurt 5 minuten. Dat was in mij nog niet eens. Nee, dat is allemaal gemoderniseerd, hè, schat. Ja, maar ik heb ook een MR-scan gedaan. Alleen ik moet een MR-scan. Ja, maar hoe lang is dat geleden? Ik denk nu een jaar. Ja, op een jaar tijd kunnen ze al veel hebben gevorderd, hè? Ja. Ah, oké. Okay. Toen zit ik op een heel stapte. Ik struikelde over mijn eigen voeten en toen stapte ik op heel. Dat is niet zo erg. Ik heb niks gevoeld. Just, ik ga me ook dingen bespreken in mijn vlog van hoe het in het ziekenhuis is geweest. Ja. Dag ziekenhuis, tot de volgende. Tot op 31 augustus moet ik teruggaan. Naar het ziekenhuis. Joepie, kan jij. Ik wil een nieuwe afspraak. Voilà, ik ben terug aangekomen naar mijn auto en ik ben uitgeput. Bij deze. Ik ben blij dat ik terug kan gaan zitten. Joepie. Ah. Ik heb heel tijd gezeten.
Ja, en nu opnieuw. Maar nu zit je wel zachter. Ja, maar mijn kont is zeer van daar op die stoel te zetten. Zorg dat ik mijn kont zeg, maar ik heb ook een reet. Ja. Of een kont. Amai man. Ja, dus we gaan hier nu even de fragment beëindigen. Tot straks of zo. Zo, ik heb mijn schat dus thuis afgezet. We zijn nog aan het voetballen. Op de achtergrond zie je dat, ook met die felle lichten. Oh. Eén ding mag ik wel al blij zijn, dat ik niet aan de andere kant van het gebouw woon. Dus aan, ik zal zeggen, aan die kant van het gebouw, Ginder. Ah, hoi. Hoi. En ja, omwille dat er heel veel verlichting is. En nu nog de laatste check. Kijken als er nog iets in mijn brievenbus te beleven valt. Ik denk het niet. Nee. Zo empty als iets. Allee, wanneer komen er eens leuke tekeningen naar mijn thuis toe? Come on, sturen, sturen, sturen. En nu richting de kleine kamer toe. Daarna ga ik richting mijn bedje toe. Ik ga sowieso nog naar Enzo Knol kijken. Even kijken waar er nog beter belichting is. Zie je nog beter belichting? We hebben hier zo'n kotje. Ja, hier is beter belichting. Dus ik ga hier het even beëindigen. Dus heel veel bedankt te kijken naar mijn vlog. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. Toppie! Tot de volgende. Ciao.